Ja. Yep. Dank En je de wel. presentatie, die nemen we op. Dat is ook voor de anderen even goed om te weten. Dat mensen dadelijk, die niet hebben kunnen deelnemen, dat ze die presentatie toch nog kunnen kijken via de website van de STOA. Oké. Okay. Marleen. Dank je wel, Ernest. Heel spannend onderwerp eigenlijk. Jullie denken natuurlijk dat ik nu de deskundige ben. Dat is niet zo. Dus dat komt goed uit, denk ik. Men ziet eigenlijk steeds meer discussie. Hey, waarom doet hij het nou niet? Oh, ja. Steeds meer discussie over de vraag of aan rivieren niet een stem moet worden toegekend. Hè? Moeten we hun belangen niet beter behartigen? Sommige mensen zeggen zelfs, je moet echt rechten toekennen aan rivieren. Of je moet er een rechtspersoonlijkheid van maken. Dat ze eigenlijk hetzelfde worden als een mens, zeg maar. De reacties op die ontwikkeling zijn een beetje wisselend. Sommige mensen raken er heel erg door geïnspireerd. Sommige mensen hebben zoiets van, wat is dat nou weer voor een flauwekul? En eigenlijk valt me op dat beide partijen eigenlijk vaak niet zo heel erg precies weten waar het nou over gaat. Dus wij zijn in 2017 begonnen met een onderzoek hiernaar. En als je het hebt over rechten, dan denk je al snel over dat het ja, over de juridische discipline zal gaan. Maar ons werd eigenlijk al heel erg snel duidelijk dat dat helemaal niet zo is. Dat je eigenlijk met allerlei verschillende disciplines dat vraagstuk aan zou moeten vliegen. Want als je zegt, de rivier moet een stem hebben of moet rechten hebben, dan is toch de eerste vraag die je jezelf stelt van, en wat wil die rivier dan? En wie bepaalt dat dan? En daar hebben wij als juristen natuurlijk weer helemaal geen idee van. Dus daar hebben we weer de hydrologen en de ecologen en voor nodig. Dus dat is echt een gezamenlijke zoektocht. Wat betekent dit nu, dat rechten toekennen aan rivieren? En zo wilde ik eigenlijk ook dit webinar een beetje inkleden. Er is niet een duidelijk antwoord, er is niet zo zit het. Het is echt een zoektocht naar, kan deze benadering een inspiratie zijn voor de problemen die we nu zien? En zo ja, hoe zouden we dat dan in moeten kleden? Jullie hebben misschien ook wel in de krant gelezen dat er net een petitie is aangeboden aan de Tweede Kamer. Die heet De Maas in de Wet. Initiatief van Jessica den Outer, die eigenlijk wil dat de Maas zelf in de wet moet komen als rechtspersoon om op te komen voor zijn eigen rechten. Maar je ziet die discussie ook over de Waddenzee. Hè, zou de Waddenzee niet een eigen rechtspersoon moeten worden? Jessica den Outer en Laura Burgers hebben zelfs een boekje gemaakt met allemaal voorbeelden over de hele wereld waar rechten toe zijn gekend aan de natuur. En de vraag is, wat kunnen wij daar nou in Nederland mee? En daar was ik eigenlijk wel benieuwd naar, en dat is misschien iets voor de chat. Waarom zit u hier eigenlijk? Inspireert dit idee u heel erg of denkt u, het is een enorme flauwekul en nu hoor ik de argumenten waarom het flauwekul is. En wat zijn dan de aspecten die we zouden moeten behandelen, die we zouden moeten weten, wil je dit idee handen en voeten geven? En volgens mij is de bedoeling dat jullie dit in de chat zetten, dat daar niet een echte poll voor is, maar dus ik ben benieuwd. Ik zie wel in de chat of er allerlei ideeën komen waarom u dit een interessant onderwerp vindt. En waar ik dan speciaal aandacht aan kan schenken. Ja, u krijgt hier ook even bedenktijd voor.
zodat u op gemak even de chat in kunt vullen zonder dat u iets mist van de presentatie. Dus waarom en wat zijn belangrijke onderwerpen in dit verband? Ik zie zelf ook de chat, dus dat is leuk. Ja, nou, je krijgt de hele opbrengst ook straks mee naar huis, Marleen. Ja, ik vind dat echt mooi, ja. Ik zie bij de vergunningverlening, verbreding van de maatschappelijke discussie, voor de kaderrichtlijn, iemand die zegt Rijkswaterstaat vertegenwoordigt al de rivier. Een stem binnen de politiek. Pure interesse. Nou, ik denk dat ik al een heel eind ben om verder te gaan. Dus dat ga ik doen. Ik heb een beetje idee wat u wil. Als we kijken naar die stem voor de rivier, dan was eigenlijk de aanleiding dat we zien dat de waterkwaliteit, ondanks het feit dat we al sinds de jaren 70 wetgeving daarvoor hebben en beheer opvoeren, dat we er nog niet zijn. En je zou dus kunnen stellen, maar dat staat ter discussie, dat onze bestaande benaderingen eigenlijk nog helemaal niet tot het goede resultaat leiden. En dat we misschien nieuwe benaderingen moeten kiezen. Misschien moeten we het helemaal anders aanpakken. En dan zie je eigenlijk wereldwijd, en ik denk dat er bijna elke week voorbeelden bij komen. Er zijn er echt al tientallen. Dat men overgaat tot het recht te toekennen aan de natuur. He, Nieuw-Zeeland was de eerste. Maar je ziet het in Australië, India, Colombia. En van de week was dus de eerste Europese voorbeeld van een groot zout watermeer dat ook rechtspersoonlijkheid gaat krijgen. En we hebben daar met verschillende disciplines een special issue van gemaakt, een tijdschrift van In Water International. En dat is ook heel multidisciplinair, dus niet alleen juridisch, maar je ziet dat we kijken naar de Mekong, naar de Rijn, naar de Schelde, de Ganges, ook de Drentse A, de Dommel, de Yarra in Australië, de Waddenzee en de hele bekende de Whanganui in Nieuw-Zeeland. We hebben het zo gedaan dat al die publicaties, zoals dat heet, open access zijn. Dus jullie kunnen dat zomaar gewoon nalezen. Mocht je achteraf denken, nou, toch best aardig. En een belangrijke vraag is natuurlijk, als je naar al die voorbeelden kijkt, is dat eigenlijk ieder land een andere reden heeft om te kiezen voor die rechten, voor de natuur. En dat betekent eigenlijk ook dat wij niet zomaar kunnen doen wat andere landen ook doen. Ik zal dat zo meteen nog eventjes uitleggen aan de hand van dat voorbeeld uit Nieuw-Zeeland. Je ziet vooral bij de landen waar men nog echt een inheemse bevolking heeft, dat men daar heel erg behoefte heeft aan die rechten van de natuur. Omdat men zichzelf deel voelt uitmaken van die natuur. Er zit veel koloniale pijn. Er zit soms een behoefte achter om meer de ecologie naar voren te brengen. Er zijn eigenlijk heel veel redenen waarom je zou kijken naar dat rechten voor toekennen aan rivieren. En zometeen komt er een poll waarin ik jullie ga vragen van wat zou dat nou voor ons kunnen betekenen? He, waarom zouden wij dit überhaupt willen? Want waarom zou je zoiets gaan doen als, als het niet ergens toe leidt? En een andere belangrijke voorvraag is, wat willen we dan bereiken met dat recht te toekennen aan de natuur? Is het puur een filosofische discussie? Of is er nog een wat concreter doel wat we willen bereiken? Bijvoorbeeld Sustainable Development Goal 6 bereiken, of voldoen aan de eisen van de KNW, of leren van gebruiken van inheemse volkeren. Misschien wel iets heel anders. Dat is eigenlijk de volgende poll waarvan ik van jullie graag zou willen weten
Waarom zou het in Nederland nodig zijn of belangrijk zijn of bij kunnen dragen om rechten toe te kennen aan rivieren? Ja. En de voorbeelden die komen dus allemaal uit de praktijk, uit de landen waar men die rechten al heeft toegekend of daar heel erg voor pleit. Ja, en Fabian heeft de poll inmiddels ingevoegd. Ja. En u mag meerdere redenen kiezen. Dus als u zegt, nou die drie vind ik het belangrijkste, dan mag u die kiezen. Ik was een aantal jaren geleden op een congres in Amerika en dat ging over het recht op water. En daar merkte je heel erg dat in landen waar die voormalige koloniën waren, of dat men heel erg zoiets had van jullie is dan degene die nu aan de macht zijn, hebben gewoon heel veel van ons afgenomen. En mijn stelling was, ons probleem in Europa is dat we dat niet kunnen zeggen. Wij kunnen niemand de schuld geven behalve onszelf. Daar waren ze heel kwaad over. Daar had ik niet gedacht. Okay. Ik begreep niet dat ze zo kwaad op mij werden. Ja. Ze hebben echt de rest van het congres niet meer met me gepraat. Ja, dat kan heel diep zitten. Terwijl ik dacht van ja, wij zijn de inheemse bevolking. En alle veiligheid in de rivier hebben we toch echt aan onszelf te danken. Dus we zullen het ook zelf op moeten lossen. Precies, we doen het met z'n allen. Nou, misschien dat je een eerste reflectie kan geven op het resultaat. Het is wel mooi verspreid, dus er zijn meerdere redenen die van belang zijn. Of wat van belang zouden kunnen zijn. Ja, de dingen die het meest zijn aangeklikt. Hè, verontreiniging, overexploitatie, herstellen van het riviersysteem. Ik kan daar zeker op reflecteren. En het grappige is, het mooie is, die koloniale misstanden, dat had ik wel gedacht. Dat niemand corruptie aanpakken noemt, is of we hebben een blinde vlek, of het gaat echt heel fantastisch in Nederland. Maar het is wel grappig dat gewoon niemand die aanklikt, toch? Dat kan het illegale waterverontreiniging zijn. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Wie heeft er gezegd een stem geven aan de inheemse bevolking? Daar ben ik wel benieuwd naar waarom dat genoemd is. Misschien wil degene... Degene die een stem wil geven aan de inheemse bevolking, als die zich even in de chat wil melden, dan kan Fabian, die kan hem even in de uitzending halen. Oh, dat was het. Fabian, ga je gang. Ja, inderdaad. Nou, sowieso hartstikke leuk dat jullie dit organiseren. Ik ben er erg blij om. super interessant. Wat je ziet in Nederland af en toe ook is dat er best wel... En de inheemse bevolking klinkt dan een beetje als echt heel, heel ouderwets. Maar ik denk dat het misschien meer... Ik heb het meer geïnterpreteerd als lokale bevolking versus het waterschap bijvoorbeeld. Hè? Dat je ziet dat soms in stedelijk gebieden, in wijken, dat er burgergroepen zijn die enorm betrokken zijn bij het water in een wijk. En daar een andere mening over hebben dan bijvoorbeeld het waterschap. En ik denk dat daar in die discussie best wel interessante dingen gebeuren. En daarom denk ik dat het ook... dat dit ook een stem kan geven aan die lokale groepen. Dus vandaar dat ik het inheemse volk heb genoemd. Maar ik noem dat mooi. Je vertaalt het echt naar onze situatie. Leuk is dat. En toegang tot de rechter voor belangen van de natuur. Dat vind ik ook een hele interessante. Want dat is eigenlijk het begin van deze hele discussie. Hè? Er was een vrij bekende Amerikaanse jurist, Oliver Stone. Die een boek schreef dat heet... Should trees have standing? En standing betekent dat je toegang tot de rechter hebt. En in die tijd in Amerika was het zo dat als je niet eigenaar was, dus een direct privaat belang had, kon je niet opkomen voor de belangen van de natuur. Dat is in Nederland natuurlijk niet zo. Zowel NGO's als, naar aanleiding van het verdrag van Aarhus is dat dan,
kunnen wij wel opkomen voor de belangen van de natuur. NGO's wel wat makkelijker dan particulieren. Maar op zich is dat iets wat hier al kan. Maar heel veel andere dingen die jullie noemen zijn dus ook relevant voor de Nederlandse situatie. Wat mij betreft mogen we verder. Maar ik weet niet of ik die poll weg kan krijgen. Ja. Fabian kan de poll weghalen en dan kun jij de presentatie vervolgen, Marleen. Ja. De eerste vraag is dus eigenlijk, wat willen we daarmee? En dit ga ik natuurlijk helemaal niet allemaal bespreken. Maar dat wat we eigenlijk al hebben nu, is de kaderrichtlijn water. Sustainable Development Goal 6. Hè? Duurzaam waterbeheer en toegang tot water en sanitatie voor iedereen. Er is een mensenrecht op water, maar dat gaat met name over drinkwater. Hè? Dat gaat niet over de ecologie. En een hele mooie definitie van water in de kaderrichtlijn water, dat het niet zomaar handelswaar is, maar iets wat als zodanig beschermd en verdedigd en behandeld moet worden. En zeker de kaderrichtlijn water heeft daar natuurlijk een enorme ecologische dimensie aangegeven aan die doelstellingen die we in ons traditionele beleid hebben. Dus de vraag is natuurlijk, wat willen we dan nog meer? Wat willen we meer, maar is dit genoeg? Stel dat we hier allemaal aan voldoen. Hè? Sustainable Development Goal 6. Iedereen heeft toegang tot water. De rivieren zijn in een goede ecologische toestand en chemisch. Is er dan nog meer wat we willen? En dat is eigenlijk mijn volgende vraag aan jullie. En dat is ook weer een poll. Dus daar hebben we ook weer... nodig. Wat zou voor jullie het belangrijkste zijn om als doel te hebben? En als je iets anders aangeeft, dan mag je dat in de chat verduidelijken. Ik weet eigenlijk niet zo goed of deze poll betekent dat je meer dingen kan invullen of... Ik denk, Fabian, dat je meerdere dingen kunt invullen bij deze. Of... Nee, bij deze kan je één ding invullen. Bij deze moet je kiezen. Kijk, dat is pas moeilijk, hè? Dan ben ik wel benieuwd naar... wie iets anders heeft ingevuld. Zal ik eens in de chat kijken? Ja, en als je een naam noemt, dan kan Fabian die in de uitzending halen. Ja, Rosalie Omen en Benjamins, maar nu is die alweer weg. Mijn chat. Ja, zal ik het toelichten? Ja. Ik had iets anders ingevuld, namelijk een balans tussen natuur en mens realiseren. Ik denk dat voor mij dat, zeg maar, dat zou ik graag willen bereiken. Want we kijken alles heel erg vanuit het menselijke perspectief. En ik ben benieuwd om meer te leren over het natuurlijke perspectief. En dan ook een balans meer te vinden in natuur en mens. Ja, dat is wel heel erg de filosofie die daarachter ligt, hè? Ja, precies. Mooi. Even kijken. Beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed water. Dat is ook wel een doel van de KRW. Hè? Intensievere betrokkenheid en de intrinsieke waarde van water en natuur. Mooi. Nou, dat sluit gelukkig een beetje goed aan bij de rest. Wat je daarmee wil bereiken, dat hangt dus inderdaad heel erg af van het wereldbeeld wat je hebt. Hè? Ik bedoel, in Nederland zie je nog wel eens bijna een spanning tussen de mens en de natuur. Hè? Ik bedoel, veel natuurbeschermende maatregelen worden als een belemmering ervaren.
voor allerhande economische activiteiten. Terwijl de benadering zoals die in Nieuw-Zeeland geldt, heel erg uitgaat van een wereldbeeld waarbij de mens deel is van dat ecosysteem. Dus je hebt niet een tegenstelling tussen mens en natuur, maar de mens is daar een integraal onderdeel van. En ik heb op die dia ook gezet wat het uitgangspunt van die Nieuw-Zeelandse benadering is. Dat is een beetje de zin, ik ben de rivier en de rivier is mij. En dat betekent dus dat als zij rechten toekennen aan die rivier, de Whanganui, als ik het goed zeg, dat weet ik niet zeker. Dan betekent dat niet dat ze alleen de rivier beschermen of alleen het water of het ecosysteem. Nee, ze beschermen eigenlijk de hele omgeving daar waar de mens in leeft en van leeft. Dus dat is minder natuurgericht dan dat in onze opvatting is. Hè? Omdat wij vaak die tegenstelling zien, is dat daar juist niet zo. En het grappige was, in Nieuw-Zeeland is dat echt bij wet geregeld. In India is dat door de rechter vastgesteld dat de gangers rechten heeft gekregen. En wij hadden in dat special issue ook een mevrouw uit India, die vond dit echt zo'n verschrikkelijk slecht idee. Ze zei, 1, die culturele waarde, dat is juist een ramp voor de rivier. Al die lijken die daarin drijven, is echt niet goed voor het ecosysteem. En ons probleem is helemaal niet dat die rivier niet erkend wordt. Ons probleem is dat de wetgeving niet geïmplementeerd wordt en niet gehandhaafd wordt. Dus een extra laag, zoals dat rechten toekennen, zorgt alleen maar voor meer afleidingsmanoeuvres en nog minder uitvoering en handhaving van het waterbeheer. Dat vond ik zelf wel verfrissend. Daarbij moet je je voorstellen dat India natuurlijk lang een Britse kolonie is geweest. En dus ook het Britse rechtssysteem heeft, het Common Law System. En daar is juist die rechtenbenadering cruciaal. Het gaat altijd om eigendom. Dat zie je ook overal waar de Britten zijn geweest. Ze komen ergens en dan zeggen ze, nu ben ik hier en nu is het van mij. Klaar. En wie daar eerder woonde, jammer. Dus die hele benadering van het toekennen van rechten aan iets is bij uitstek een westerse benadering. Dus het is heel raar om die toe te passen op iets waar je mensen en ecosysteem wil verbinden. Nou, heel kort kan ik wel eventjes iets vertellen over dat toekennen van rechten in Nieuw-Zeeland. Daar kwamen natuurlijk ook de Engelsen en die zeiden gewoon zo, we zijn daar en nu is heel Nieuw-Zeeland van ons en het is jammer voor de mensen die er ooit hebben gewoond. En pas vanaf 1840 hebben de Maori enigszins hun rechten terug proberen te krijgen van het land waar ze altijd woonden. En pas in 1975 is er beslist dat er onderzoek gedaan zou worden. Van, goh, zou de Britse regering dan toch iets verkeerd hebben gedaan? En in 1999 heeft pas een tribunaal gezegd, er is wel wat misgegaan met dat afpakken van land en water van de oorspronkelijke bewoners. Dus hoe hebben ze dat nou vormgegeven? Ze hebben gezegd, er komt een erkenning van de status van de rivier als iets wat op kan komen voor de eigen rechten. Ze gaan een set van waarden voor die rivier vastleggen. Er wordt een hoeder of een guardian of the river aangewezen. Er wordt een integrale rivierstrategie ontwikkeld, dat hebben wij eigenlijk ook. Hè. Er komt een mogelijkheid om besluiten aan te vechten door de rivier zelf. Maar de vraag is natuurlijk, wie doet dat dan? Nou, die Guardians of Nature, dat is een comiteetje van 2 personen. 1 lid van de overheid en 1 lid van de inheemse bevolking. En hun taak is om de ecologische integriteit van de rivier te beschermen. Nou, is het niet zo dat
iedereen die daar eigendommen had, zeg maar de industrie, de bedrijven, de westerse mensen die daar eigendommen hebben, dat houden ze gewoon allemaal. Maar het doel is eigenlijk om samen te gaan werken met alle personen die belang hebben in dat gebied van de rivier. Nou, dat moet ons heel bekend overkomen eigenlijk, hè? Dat doen wij ook. Net als de integrale riviervisie en bijvoorbeeld een waterschapsbestuur. Dus het is minder spannend dan je denkt. En ook zeker niet vergelijkbaar met Nederland. Dus concluderend, de rivier is een levende entiteit. Ze heeft rechtspersoonlijkheid, vergelijkbaar met die van een natuurlijk mens. En dat is iets anders dan de benadering die bijvoorbeeld in Zuid-Amerika wordt gekozen, waar in de grondwet staat dat de natuur rechten heeft. En soms zeggen ze dan dat iedere inwoner voor die natuur mag opkomen. Soms zeggen ze dat weer niet. Maar je ziet dus dat er heel veel verschillende manieren zijn waar we niet zomaar één op één kunnen zeggen, oh, dat moeten wij ook doen. En eigenlijk komt dat een beetje voort uit twee perspectieven op naar wij naar de wereld kijken. Hè? De ecologische behoefte van de rivier aan de ene kant en de menselijke behoefte om alles van de rivier te gebruiken aan de andere kant. En zoals ik al zei, in Nieuw-Zeeland is dat één geheel. Ja, mensen en natuur moeten in evenwicht zijn. Dus er is niet eentje die belangrijker is. En ik denk dat het probleem bij ons is dat evenwicht een beetje kwijt is geraakt. Dat wij te veel zijn gaan gebruiken, te veel zijn gaan vervuilen. En eigenlijk dat evenwicht met de natuur kwijt zijn geraakt. En zoals ik net al zei, in de Ganges is de culturele waarde niet per se goed voor de waterkwaliteit van de rivier. Nou, als je nou gaat kijken, hoe zouden we dat nou kunnen doen? Dan moet je eerst kijken wat je wil regelen. Wat die rechten dan inhouden van die rivier. En het tweede is, hoe geef je het dan vorm? Dus meer procedureel. Dus de eerste is, wat wil de rivier? En de tweede is, wie bepaalt dat dan? Nou, hier komt heel erg die verschillende disciplines naar voren. Hè? Van wat zijn dan die behoeftes van de rivier? Nou, die hebben heel erg te maken met de hydrologie, de morfologie, fysisch-chemische voorwaarden. Daar zijn ecologische sleutelfactoren voor ontwikkeld. Die zullen jullie wel bekend zijn, denk ik zomaar. Maar er is ook een center in de Verenigde Staten die heeft proberen te verwoorden wat een rivier nou nodig heeft als je hem rechten zou willen geven. En dan is dat het recht om vrij te stromen, het recht om vrij te zijn van verontreiniging. Het recht om een gebalanceerd ecosysteem te hebben, je waterhuishouding op orde te hebben, levendige inheemse biodiversiteit te hebben, de mogelijkheid om zich te herstellen, dus natuurlijk herstelvermogen, het recht om gevoed te worden door aquifers en op haar beurt ook weer te voeden en mogelijk als dat er is andere specifieke behoeften. En ik heb mij wel eens proberen voor te stellen hoe Nederland eruit zou zien als onze rivieren deze rechten zouden hebben. Ik denk dat het aan de ene kant heel mooi zou zijn qua ecologie en biodiversiteit. En aan de andere kant denk ik, dan zou een heel groot deel van Nederland niet meer bewoonbaar zijn. Ja, als alle rivieren vrij zouden stromen, dan wordt het echt ingewikkeld in Nederland. En als je bestaansrecht van de waterschappen, direct. Ja, precies. Die zijn ooit opgericht vanwege de dijken. Ja, nou ja, kijk. Dus de vraag is natuurlijk, zouden wij dit überhaupt willen? Of misschien een deel ervan? En in dat special issue hadden we ook een heel mooi verhaal over de Eems Dollard. Waar iemand had uitgezocht van zonder menselijk ingrijpen zou de Eems Dollard niet dat natuurgebied zijn wat het nu is.
Dus we moeten dit denk ik wel een beetje als uitgangspunt nemen, maar niet in beton gieten. De discussie houdt op als je Nederland op deze manier het water zou laten gaan zoals waar het recht op heeft. Maar goed, er zijn wel natuurlijk heel veel elementen die wel inspirerend zijn. Oh, dit wilde ik eigenlijk niet. Die plaatjes komen uit dat stuk met die ecologische factoren. Nou ja. Susanna Wuits heeft dit plaatje gemaakt. Want je moet natuurlijk die noden van de rivier eigenlijk koppelen aan de doelstellingen die wij hebben in ons waterbeleid. Hè? En die zien op allerlei verschillende aspecten van het waterbeheer. Als we nou kijken, hoe gaan we dit nou doen? Hè? Hoe gaan we nou inhoudelijk kijken hoe we die rechten formuleren? Dan is denk ik heel belangrijk, als je deze benadering kiest, dat je niet redeneert vanuit de mensen, maar vanuit het ecologisch perspectief. Hè? Dus je kijkt wel naar die rechten van de rivier. En zeker voor de Nederlandse situatie is het dan nodig dat je niet blind bent voor de sociaal-economische belangen. En de kunst is eigenlijk om op een bepaalde manier te verzekeren dat de belangen van die rivier vastgelegd worden in beleid. Maar beleid, daar vinden juristen niks van. Daar heb je niks aan. Maar in regelgeving. Dat het meegenomen wordt in concrete besluiten. En indien nodig dat je dat ook bij de rechter naar voren kunt brengen. Zo van, hé, er zijn ook nog ecologische waarden. We verdienen er niks aan, maar het is wel belangrijk. Dus dat is een beetje de inhoudelijke kant. En de vraag is natuurlijk wat er nu zo bijzonder aan is. Want je hebt altijd een aantal inhoudelijke vereisten waar je aan voldoet en waar wij ook zelf al aan voldoen. En dat is bijvoorbeeld dat de juridische vormgeving aan moet sluiten bij het hydrologisch en ecologisch systeem. Dat doen wij al met de stroomgebiedbenadering, zo is ook de indeling van de waterschappen. Het moet passen bij de cultuur en de waarden in de samenleving. En nu is misschien de Maori in Nieuw-Zeeland heel ver weg. Maar ook in Griekenland en in Spanje en in Noorwegen hebben ze andere waarden waar het gaat over water dan wij. En het moet ook passen bij je juridische systeem. Ik liet net die definitie zien van water in de kaderrichtlijn water. Water is geen gewone handelswaar, maar een erfgoed wat je moet beschermen en verdedigen. En als ik lesgeef aan studenten uit common law landen, dus Engeland, Verenigde Staten, dan lezen zij dat zo dat ze zeggen, oké, dus het is handelswaar, maar geen gewone handelswaar. En wij leggen de nadruk heel anders. Wij zeggen, nee, het is geen handelswaar, het is een erfgoed. Dat is al een heel groot verschil. Wij denken bij water niet in termen van eigendom en dit is van mij en jij mag er niet aankomen en we maken het verhandelbaar. Wij zien dat toch veel meer als een publiek goed van ons allemaal en wat door de overheid beheerd wordt. En de vraag is welke benadering je eigenlijk geschikter vindt om het water te beheren. Is dat die op rechten gebaseerd, op eigendom gebaseerd, op het hebben? Is het beter dan bijvoorbeeld wat je in de VS veel ziet, particulieren dan een groot gebied opkopen en zeggen wij kunnen het water beter beheren dan de overheid? Want als het van ons is, zorgen we er beter voor? Of het Nederlandse systeem waarbij je zegt nee, het is van ons allemaal, dus het moet eigenlijk ook een publieke taak zijn om dat water te beheren. Dat is natuurlijk een hele fundamentele vraag. Waarbij die mevrouw uit India ook zei, maar als een heel systeem en alle oorzaken van de problemen gebaseerd zijn op zo'n benadering die op rechten is gebaseerd, is dat rechten toekennen dan ook de oplossing voor dat probleem? Dat kun je natuurlijk afvragen.
Nou, dan heb je verschillende manieren om die rivierrechten te geven. Dus dat is echt er een rechtspersoon van maken, net als mensen. Of wij hebben dat ook bij bedrijven bijvoorbeeld. Het zijn ook rechtspersonen. Kun je ook voor de rechter dagen. Of moet je een soort rentmeester of hoeder aanwijzen? Of kies je ervoor dat iedereen mag opkomen voor die rechten van de rivier? Of neem je het op in de grondwet? Of zeg je van nee, we gaan het gewoon helemaal privatiseren, want een private organisatie zorgt altijd beter voor de natuur dan een publieke organisatie. Daar zijn dus niet heel duidelijke antwoorden op. Hè? Het zijn gewoon dingen waar je over na moet denken als je denkt dat dit een interessante benadering is. En dan nog heb je heel veel variaties om het in te vullen. En dan krijg je natuurlijk de vraag, wie gaat er dan voor zorgen? Hè? Hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je dat institutioneel vormgeven? En dan moet je denken aan, wat is nou de goede schaal? Is dat een beek? Is dat dat stadswater waar net iemand, ik denk dat het Arjen was, hè? In het stedelijk gebied? Is het die schaal? Is het de schaal van een heel stroomgebied? Omdat je nou eenmaal moeilijk een stukje van een stroomgebied kunt nemen. En kun je dan gebruik maken van de bestaande riviercommissies, hè, zoals de Rijncommissie en de Maascommissie en de Scheldecommissie. Dus dat is een beetje zoeken naar de goede schaal. En als je die rivier dan rechten geeft, en als er dan iemand opkomt voor die rechten van de rivier, dan heeft hij natuurlijk wel gereedschap nodig. Ja, je kunt wel zeggen, nou, jij mag opkomen voor de rechten van de rivier, maar dan moet je eerst erkennen dat iemand dat die rivier rechten heeft. En degene die zorgt voor de rechten van de rivier heeft natuurlijk ook een mandaat nodig van iemand. En die heeft bevoegdheden nodig. Die heeft middelen nodig. Ja, je hebt geld nodig, je hebt mankracht nodig. Anders blijft het een beetje symbool. Politiek. En het moet een onafhankelijk iemand zijn. He, niet elke NGO of natuurorganisatie is per se alleen maar met de belangen van de rivier bezig. Een publieke overheid is niet alleen maar met het algemeen belang bezig. Of een waterschap is niet alleen maar met het belang van water bezig. Die neemt ook de belangen van alle ingezetenen mee. Dus je moet een vorm vinden waarin je hier een antwoord op vindt. Wie krijgt dat mandaat? Aan wie vertrouwen we dat toe? En durf je dat internationaal bijvoorbeeld ook uit handen te geven aan een riviercommissie? Gaat Nederland zijn bevoegdheden weggeven? Dat is nog een ingewikkeld iets. En wat mag je dan doen? Dus er zijn nog eigenlijk heel veel vragen te beantwoorden. Maar dit zijn in ieder geval elementen waar je een antwoord op moet vinden. Dus wie gaat de belangen representeren? Wordt dat een publieke entiteit, een private entiteit? Wordt dat een soort rentmeester? Wordt het een riviercommissie? Geef je dat recht aan iedereen? En wat doen we dan met die andere mensen, hè? Die hier in Nederland wonen. Net als bij die rivieren in Nieuw-Zeeland. Het was niet alleen de Maori en de staat die wat te zeggen hebben. Nee, ze moeten wel samenwerken met iedereen die daar grond heeft en woont en werkt. En wat voor rol krijgen die mensen dan? De grondeigenaren, degene die daar belangen hebben, de verschillende overheden op verschillende niveaus. Wat doen we met de landbouw, met de industrie? Dus daar moet je ook een vorm voor vinden. En hoe dat dan precies moet, ik weet het niet. Het gaat in ieder geval, vind ik het wel interessant om te kijken, wat hebben we nou al? Een heleboel van die elementen hebben we al. En waar werkt het nou niet goed en kun je hier aan deze manier van denken inspiratie ontlenen. En de KRW biedt eigenlijk al heel veel van die instrumenten, hè? Stroomgebiedbeheer,
integrale stroomgebiedbeheerplannen, afstemming met ruimtegebruik en natuur en landbouw. Maar het succes zal echt afhangen van die belangenafweging tussen ecologische en sociaal-economische behoeften en de bereidheid om bevoegdheden over te dragen aan een onafhankelijke autoriteit. Dus mijn idee zou zijn, eigenlijk zou je een pilot moeten hebben van is er niet een kleine rivier of beek die helemaal op Nederlands grondgebied zit, hè? Want om het gelijk helemaal internationaal te maken, dat maakt het ook wel weer heel ingewikkeld. Om het gewoon eens uit te proberen als een soort vingeroefening van hoe zouden we dat dan kunnen doen en waar zouden we tegenaan lopen. En om dan weer helemaal terug te komen op het begin van mijn verhaal. Voor welke oplossing zou dat dan een probleem? Nee, voor welk probleem zou het dan een oplossing bieden? Want als het niet ergens toe leidt, dan, ja, dan moet je ook weer niet al te... Ja, het is niet dat we niks te doen hebben in het waterbeheer. Er is veel te doen, dus het moet wel ergens aan bijdragen. En dat is een beetje mijn laatste vraag aan jullie. En dat is denk ik ook gelijk een beetje een intro voor de discussie. Wat zou in Nederland een goede rivier of beek zijn om eens te kijken of het kan werken? En wie zou dan die stem van de rivier moeten zijn? En hoe zou je dat nou vorm kunnen geven? Dat zijn eigenlijk de drie dingen waar ik met jullie over in discussie zou willen gaan. Even kijken, als ik nu stop met mijn scherm delen, dan zie ik jullie. Dat is eigenlijk wel leuk, vind ik. Is dat akkoord? Ja. Dan kunnen mensen de vragen niet meer lezen. Dat is misschien wel even handig als je een type bent om ze bij de hand te hebben, of niet? Oh ja, wacht. Dan doe ik hem weer open. Ja. Even kijken hoor. Ik kan ze eventueel ook nog één voor één even noemen. Dan kunnen de mensen daar ook over nadenken. Maar als ze het in beeld hebben, is het misschien wel makkelijk. En misschien dat je moet proberen eerst de vraag... Eerst de eerste vraag, dan de tweede vraag, want dan komt de informatie in de chat ook een beetje bij elkaar te staan. Dus ja. We beginnen gewoon met de vraag over nou, wat zou nou een goede rivier zijn. Hè? En Marleen heeft aangegeven, ja, misschien zou dat een Nederlands stroomgebiedje kunnen zijn, waar je de zaak zou eens kunnen uittesten als een soort van pilot. En dan daarna de vraag 2, wie dan de stem van de rivier zou moeten zijn. Ik las al in de chat de hypothese of de waterschap en Rijkswaterstaat al niet een beetje die hoeder of die stem zouden vertegenwoordigen. Zou je zomaar kunnen zeggen. Ja, dat is een stellingname. En de laatste vraag is waar moet die stem dan institutioneel worden belegd? Waar leg je hem rechtmatig vast? Heeft iemand van jullie een rivier in de aanbieding? Ja, dat is misschien wel een goede vraag om mee te beginnen. Wie weet er een goede beek of riviertje waar dit uitgetest zou kunnen worden? De Geleenbeek. En weet dat je dan volgende week een telefoontje krijgt van een groep studenten uit Utrecht. Die dan even komen kijken. Ik heb nu al twee studenten die denken als ik ergens een scriptie over wil schrijven is het hierover. Dus dat is wel grappig. En dan zou je ook heel goed in kaart kunnen brengen. Die Geleenbeek schrijf ik even op als je het goed vindt. Ja. En misschien kan degene die dat zegt even uitleggen waarom. Ja, Fabian, kun jij Drees Joef in de uitzending halen? Ja, ben ik al te horen? Ja. Ja. Mooi. Nou, ik kwam op de Geleenbeek omdat... Een van de eerste vragen was van, het moet een beek zijn die in het nationale, die geen grenzen overgaat, zal ik zeggen. Nou, de Geleenbeek die ontspringt in Heerlen en gaat vrij snel nadat die ontsprongen is door stedelijk gebied, door de gemeente Heerlen en iets later door gemeente, door het gebied van Geleen en zo. Dus we hebben zowel een stukje Bronbeek als een stuk stedelijk gebied, als ook van alles zit erin. En om aan KNW-doelen te voldoen, zijn we volop bezig om die Geleenbeek als waterschap dan herin te richten.
Er zitten ook twee RBZI's op, dus er vinden ook lozingen plaats op die Geleenbeek. Er zitten ook onttrekkingen op van, ik zet even mijn telefoon uit. Onttrekkingen van landen bijvoorbeeld, voor beregeningen en zo. Dus ja, dat speelt van alles. Ja. En de Drentse A zie ik hier ook nog genoemd. Het Eelde Diep, het Rijzerdiep. De Karianne. Dat is grappig. Ik noemde jou Karianne. Dat was degene die de Eems Dollard had uitgezocht. Kijk, wat leuk. Hi Marleen. Hi. Ik heb wat problemen met de video, dus ik doe het even alleen op geluid. Ik moest even denken aan de beeksystemen in Noord-Nederland. Dat is toevallig ook waar we bij Witteveen en Bos nu bezig zijn met systeemanalyses. Maar daar zien we dus dat het waterschap en ook diverse bestuurders in de provincie best wel oren krijgen naar echt de systeemaanpak. Van het redeneren vanuit het natuurlijke gebied. En daar spelen ook verschillende belangen, bijvoorbeeld... de landbouw die daar heel veel water onttrekken wat ze zelf nodig hebben, maar zelfs binnen de landbouwers zijn de mensen die dan meer willen aansluiten bij de belangen, bij de draagkracht van het natuurlijke systeem, en andere landbouwers die juist heel graag willen doen wat ze altijd hebben gedaan. En aan de andere kant is er dan ook nog de natuurorganisaties die juist meer de beek zelf natuurlijker willen maken, maar die lopen dan ook weer tegen de conflicten van de verschillende gebruiksfuncties aan. En ik denk dat juist ook als je die conflicten in gebruiksfuncties hebt, of het ogenschijnlijk conflicten, dat je dan vanuit het natuurlijke systeem geredeneerd een soort onafhankelijk... speelveld creëert met dit is de basisinformatie over het systeem waar we het allemaal mee moeten doen. En dat zou dan ook een interessant uitgangspunt zijn om die rechten van de rivier op te baseren. En voor beide, hè, voor Dree en Karianne, hebben jullie dan het idee dat de waterbeheerder zich ook de representant van bijvoorbeeld de Geleenbeek of de Rijzerdiep of de Drentse A voelt? En dat ecosysteem inderdaad voor alle partijen een soort neutraal startpunt is? Ik denk het wel. Alleen het enige is dat het waterschap zich echt vooral richt op de watergangen zelf. En als je het beeksysteem zou willen beschermen via rechten, dan zou daar iets, dat zou qua echt qua plek iets omvangrijker zijn dan 50 centimeter van de oever vanaf de geul. Ja, maar ik had niet het gevoel dat Dree het zo beperkt zag, of wel? Want jij keek ook naar alles wat er in de nabijheid van de beek gebeurt, toch Dree? Ja, dat klopt. We zijn onder andere voor de RWZI's die dat oplozen en kijken naar de systeemsprong Geleenbeek. Waar willen we naartoe om die KOW-doelen te halen? En hoe ver moeten we dan met die RWZI's gaan om dat te halen? Maar ook het watersysteem wordt beschermd, totdat in ieder die daar iets wil doen, een brug over die Geleenbeek maken of een kabeldrommel doortrekken, heeft daar ook vergunningen voor nodig. Dus wij als waterschap beschermen ook die Geleenbeek, ook het systeem. Niet alleen de waterkwaliteit, maar ook het hele beeksysteem en de oever en alles wat erbij hoort. Dus jullie zouden op zich... Maar Karianne, is dat Hunze en Aas waar jij het over hebt? Of ook nog een ander waterschap? Het stroomgebied van de Drentse A ligt bij Hunze en Aas. En het Eelde Diep, Pijzerdiep ligt in Noorderzijlvest. Ja. Het zou namelijk wel heel leuk zijn om er een keer gewoon een soort te kijken wat je daarmee kan. Want als ik nou doe ik even... Ellen Farwick heeft
belangstelling voor jouw stuk over de Eems-Dollard. Misschien kunnen jullie dat onderling even regelen. Ik zet even een link in de chat. Ja. Kan iedereen net downloaden. Van de community of practice, die zijn altijd heel praktisch. Ja, daarom. En Karianne heeft het denk ik sneller bij de hand dan ik. Alhoewel je in de presentatie het hele nummer ziet. Maar dan hebben jullie dat in ieder geval allemaal erin. En zijn er dan mensen die vinden dat niet alleen het waterschap de enige stem van de rivier zou kunnen zijn? Of dat dat misschien beter iemand anders kan zijn? Ja, dat vond ik ook een hele interessante. Moet dat een aparte commissie worden? Moet dat een hoeder worden? Moet dat een comité van wijze mannen en vrouwen worden? Wie zou die stem moeten zijn, kunnen zijn? Graag jullie suggesties in de chat. En dan haalt Marleen er wel een persoon uit die kan reflecteren. Want ik zou menen, als het waterschap nou de beste hoeder is, waarom is het dan nog niet goed? Nou, ik vond wat Karianne zegt, dat is natuurlijk wel heel interessant. Dat merken we nou in het kader van de klimaatadaptatie en in het kader van het kijken naar beekdallandschappen en naar die brede watersysteembenadering. Ja, dan moet je dus ook uitspraken doen buiten jouw eigen watergangen en jouw eigen stuwen. Dus dat vindt men heel spannend. Dan gaat het ook over de haarvaten, dan gaat het over de bodem. Dan gaat het ook over wat een gemeente in zijn stedelijk gebied doet met de waterkwantiteit en de waterkwaliteit. Dus er is in het Nederlandse recht niet vastgelegd dat je daar als waterschap zomaar je uitspraken over kunt doen of dingen kunt afdwingen. Het schaalniveau wordt dan groter. En ik merk dat onze mensen die voelen zich het meest veilig als ze over de eigen eigendommen en het eigen beheer en de eigen kunstwerken gaan. Dus toch die eigendom, hè? Toch die rechten. Ja, ja, daar waar ik wat over te zeggen heb, kan ik het beste beheer over voeren. Je ziet dat natuurlijk ook heel erg bij de nutriëntenbelasting en de bestrijdingsmiddelen. Ik bedoel, ja, de hele mestproblematiek ligt helemaal buiten de bevoegdheden van de waterschappen. Ja, José Vos heeft daar een interessante uitspraak over. Even kijken. Gertie Smit zegt ook dat het waterschap niet de goede is en José Vos ook niet. Dus dan ben ik wel benieuwd naar jullie. Want hoe ga je dan zo'n stichting vullen? Misschien José, kun je hem even toelichten, Fabian? Je hoeft nog geen kant-en-klare oplossing te hebben, want volgens mij is het hartstikke ingewikkeld. Het is meer samen zoeken. José. Ja, dankjewel, José, inderdaad, Vos. Wat ik zie bij niet alleen waterschappen, maar ook provincies, het zijn toch politieke organisaties. En daar heb je hele groene partijen in zitten en wat minder groene partijen. Als het puntje bij het paaltje komt, dan komen er toch economische belangen bij kijken bij bepaalde besluiten. Niet zo gek natuurlijk, hè, als je met een beek aan de slag bent en je wil hermeanderen en je zit dan aan een boerschond bijvoorbeeld. Maar ik denk dat lijkt me dan dus juist niet de goede insteek. Ik heb een hele hoge pet op hoor van waterschappen, daar niet van. Ernest. Ja. Ja, ik mag gewoon geroosterd worden hoor, dus dat is verder. Ik dacht, je zit gewoon. Een goede ding. Je zet gewoon maar mijn microfoon uit, dacht ik. Maar ik denk inderdaad, want ik zit nu te. Ja, ik vind het een super interessant concept waar we het nu over hebben. Maar ik denk dat Marleen op een paar mooie pijnpunten de vinger al heeft gelegd. Dus ik zat te denken inderdaad van eigenlijk zou je naar een onafhankelijke stichting toe willen die echt alleen maar voor het watersysteem staat. Dan moet je dus wel heel goed gaan bespreken van hoe ver kan zo'n stichting gaan. Want Marleen heeft het ook al aangegeven, we zitten hier niet op een eilandje. Er komen gewoon andere belangen bij kijken. Ik heb zelf het idee dat een stichting die alleen voor het water zou staan, een mooi tegenwicht zou kunnen geven aan
al die andere belangen die ook spelen rond water. Oké. Gertie, wil je dat nog aanvullen? Nou, ik kan weinig toevoegen aan de woorden van mijn voorgangster. Ik zou heel graag dat er een autoriteit opstaat, een onafhankelijke autoriteit met voldoende charisma, die ons allen, maar vooral ook de politiek, telkens maar een spiegel voorhoudt. We zijn natuurlijk met slepende dossiers bezig, al decennia lang. En we hopen elke keer dat er een keer een spurt wordt genomen. Het is vooral, denk ik, reflecteren, een spiegel voorhouden en de daad bij het woord zien te vinden. Ja. Oké. Okay. Dan heb ik het idee dat je in de chat om te zien. Ik had nog gezegd van eigenlijk hebben we een hele mooie stem. Mogelijkheid voor een stem voor het water, hè? Door als geborgde zetel in het waterschapsbestuur. Maar ik zie nu, dat mocht ik niet zeggen van Ernest, want daar zouden we zomaar uren over kunnen praten. Maar het grappige is dat hij nu in de chat langskomt. Daar zou je echt zo'n expliciete stem voor het water kunnen hebben. Maar en je zou mijn vraag zijn, wie kan een specifieke stem zijn voor het water? Wie zou dat dan moeten zijn? Dan krijg je een vervolgprobleem als je dat in gaat vullen. Nou ja, nu zie ik ook in de chat van Benjamins een soort forum van willekeurige burgers. Die zou je ook nog kunnen wisselen. Hè? Een beetje wat David van Rijsboek zegt, tegen verkiezingen. Een soort jury. Je zou ook nog zo, misschien ook nog wel dat zo'n forum dan besluiten van het waterschap gewoon nog eens beoordeelt. Alleen puur met een bril van, hè, met de waterbril op. Dus zeg maar, wat je bij ons vaak ziet is dat de doelen vaak al een belangenafweging in zich hebben. Hè? Er zijn vaak al belangenafwegingen gemaakt voor het doel vastgesteld wordt. En je ziet bij de KRW eigenlijk hoe moeilijk dat is. Want daar moet je eigenlijk eerst de ecologische doelen stellen. En dan, waar het gaat om de uitzonderingen, komen die economische belangen. Maar dat is niet, dat vinden we heel moeilijk. We willen eigenlijk bij het vaststellen van de doelen al die andere belangen ook al meenemen. En dan is je ecologische doel natuurlijk al een beetje verwaterd. Ja, haalbaar en betaalbaar. En ik denk, kijk, dat jullie aan dit webinar meedoen, laat al zien dat jullie een bepaalde mindset hebben. Dat je überhaupt een soort bereidheid hebt om over die relatie mens-natuur na te denken. Ecologie misschien belangrijk vindt. Dat geldt denk ik niet voor iedereen. Daar moet je wel goed op letten natuurlijk ook, hè. En misschien heb je ook wel bijna een ambassadeur nodig. Misschien is dat het goede van COVID, dat zoveel mensen naar buiten moesten en veel meer die natuur zijn gaan waarderen. Ja, van, dit is ongeveer het enige wat we nog hebben. Maar ik begon mijn verhaal al dat ik het ook niet weet, behalve dan dat we na hebben gedacht met een heel clubje mensen. Over wat zou het nou kunnen betekenen, wat zou het vragen, waar zou het nou een oplossing voor kunnen zijn, hoe zou je het vorm kunnen geven. Ja. Wat ik zelf nog wel leuk vind, maar dat is een erg ambitieus iets. Ik heb nu de beekjes in de Dommel, de Geleenbeek, het Eelderdiep, Rijzerdiep, Drentse Waddenzee. Je zou bijna zo'n beetje is gaan kijken van hoe zou het nou werken als we bij de verschillende beekjes verschillende dingen proberen. Kijken wat werkt. Maar ja, dat is wel weer gelijk een heel groot project. En ik ben ook een beetje over mijn tijd heen, geloof ik. Nee, maar het is, kijk, als mensen nog suggesties hebben voor de laatste vraag, hè, waar je die stem dan institutioneel moet beleggen of zou kunnen worden belegd.
dan mogen jullie die nog in de chat kwijt. Het was ook niet de bedoeling om alleen om er nu helemaal uit te komen, hè? Nee. Ik vind het gewoon heel inspirerend om... en ook heel nuttig om jullie gedachten daarbij te krijgen. En de mitsen en de maren en de ideeën. En ik denk wat jij zegt, daar heb je ook wel gelijk in, denk ik. Dat je toch wel ook een beetje een parochie hebt hier voor je... die al geïnteresseerd is in deze materie. En dat het ook interessant is om te kijken... welke mensen van een andere parochie zijn of van een ander geloof. En die ook iets vinden, zeg maar, van zo'n heel rivier- of beek-systeem. We zijn inderdaad door de klok van vijven. En om te voorkomen dat de mensen dadelijk wegdruppelen... wil ik graag er nu een klein strikje omheen doen. En jou, Marleen, bedanken voor jouw presentatie en het opstarten van deze discussie. Ik hoop ook dat er een aantal suggesties uit de chat wellicht dadelijk een gevolg gaan krijgen. Dank daarvoor en dank ook op jouw reflectie, op de input vanuit de deelnemers aan het webinar. Ik wil nog graag even melding maken van het volgende webinar. Dat is op 12 mei, ook weer van 4 tot 5. Dan gaan we weer ouderwets de beek in. Dan gaat het over gulpatronen en beekherstel. Om het maar even kort door de bocht te zeggen. Het gaat per slotverrekening om beekherstel. En Jasper Kandel van de WUR en Nieke Moeilijker van ACON, die zullen dan een toelichting geven op het onderzoek naar allerlei gulpatronen. En hoe dat zich verhoudt. Hoe kun je nou de beweging in zo'n beek benutten voor een stukje herstel van die beek? En wat is daar omtrent mogelijk? En via de website van de STOA, bij de COP Beken en Rivieren, kunt u zich aanmelden voor dit webinar. En misschien dat er al een linkje in de chat gezet is. Via de STOA website, COP Beken en Rivieren, kun je je aanmelden voor dat webinar. Dank alle aanwezigen voor jullie input. Nogmaals dank Marleen voor jouw toelichting. Graag gedaan. Ik zie dat iemand nog de link wil naar dat special issue. Misschien dat Karianne hem bij de hand heeft. Maar het is in ieder geval, het artikel van Karianne staat ook in dat nummer. Dus dan heb je ook gelijk het hele nummer. En anders geef ik hem later nog wel door. Hij staat ook in de presentatie. Oké, en de presentatie die zullen we ook ter beschikking stellen op de website onder dit onderdeel. Nou, dankjewel aan iedereen alvast een smakelijk eten toegewenst. Bedankt namens de COP Beken en Rivieren. Hoi. Okay, tot ziens. Je krijgt nog wat bedankjes, Marleen, via de chat. Ik zie het. Ik zie het. Leuk. Ja. Nou, het is ook zo leuk om hier zo samen over na te denken, hè? Het is, ik merkte toen, we hadden toen zo'n workshop naar aanleiding van dat special issue. Ja. En daar viel mij ook op dat de niet-juristen echt helemaal gek werden van de juridische gedachten. Zo van, als je dus een overschrijving